Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik eens ga instemmen, afstemmen, kijken wat dat de boodschap is voor tweelingvlammen die in scheiding zijn en waar dat er totaal niet van contact is. Dus we gaan eens kijken. Dan zien we hier al onmiddellijk de Ace of Flames omgekeerd. Waar dat inderdaad wil zeggen dat er nog geen nieuw personeel begint, dus nog geen eenheid is. Dat we nog niet fysiek samen zijn en zo verder. Wat is er te zeggen over deze connectie? Oh, 1, 2, oké. Okay. En wat zien we hier? Hier zitten, zien we eigenlijk dat je, zowel jij als jouw tweelingvlam of jouw wederhelft zijn eigenlijk aan het leren hoe met al die emoties die getriggerd werden door jullie ontmoeting, om daarmee leren om te gaan. Maar dat zijn jullie nog niet, want je ziet hier die dame, die persoon, aan het treuren voor eigenlijk de bekers die hier in de rivier liggen. En ze heeft dus totaal geen aandacht voor hetgeen die nog voor haar staat, voor de dingen die nog mogelijk zijn. En dat is een stukje dat er nu getriggerd wordt in de connectie, zijnde dat je gevraagd wordt om in eerste instantie je eigen beker te gaan vullen, om te focussen op jezelf, om je eigen fantastische wereld, welvaart, overvloed te gaan creëren en om dus daarmee ook je passie te gaan volgen. En ze leggen ook de aandacht en de focus hier op die bloem, die rode, die verbonden is met die eerste en de tweede chakras. Dus vanuit je passie, vanuit jouw seksuele energie, vanuit je creativiteit, je intuïtie, eigenlijk een nieuw stabiel leven voor jezelf gaan creëren. Angsten gaan loslaten en gaan uitzoeken en luisteren bij jezelf van wat dat het is. Of wat dat betekent om je authentieke zelf te zijn. En dus niet meer de versie die je ooit geweest bent. En het is heel normaal dat je een stukje treurt om de oude versie die je geweest bent. Want dat gaf je een bepaalde vorm van zekerheid en controle. Maar dat is weg. Dat zijn die bekers die er liggen. Dat is voorbij. Dus het is belangrijk om te gaan kijken van wat is dan die me wel vervult? Wat is die diepste tot mijn hart spreekt? En eens kijken wat aan de onderkant ligt. En dat hebben we niet gedaan. Ja, Three of Orbs omgekeerd. En alchemiekaart. Dus net zoals ik daarnet ook zei. Het is belangrijk dat je leert werken met de alchemie. Dat je leert werken met alle elementen van je zijn. Dus emoties, maar ook je mind. Dat zijn die orbs, hè? Die gedachten. Als je dat tijdje volgt, dan weet je dat het de betekenis van de bollen zijn de gedachten. Maar er is hier ook een brug, dus een bliksem. Dus dat betekent dat er eigenlijk weer licht aan het aankomen is. Alleen zie je het misschien nu nog niet, omdat je nog veel te veel overweldigd bent door het verdriet van die scheiding en het feit dat er geen communicatie is. Opnieuw, dat hoeft niet voor iedereen te zijn. Dus video's die ik maak, kan soms zijn dat dat misschien maar voor één iemand resoneert en dat is oké. Okay. Dan is dat omdat die persoon dat op dit moment die boodschap nu nodig heeft. Ook daarin. Ik ben me bewust dat ik nu weer opnieuw weer veel meer video's maak dan jullie. Dat is één, omdat ik daartoe geleid word. En twee, omdat dat op die manier ook de boodschappen naar buiten gestuurd worden. Dat is twee. En ook, wat was het nu dat ze zeiden? Ja, dat is ook een manier om mensen leren bewust te maken en leren de dynamieken van een tweelingvlam en zielsconnectie eigenlijk op mee bewust te worden. Je ziet hier ook unionkaart verschijnt ook weer. Dus dat over eenheid, die eenheid is er, die eenheid is voorbestemd voor elke ziel op aarde. Maar natuurlijk is het eerst aan de wakkere om in dat heel diep transformerende proces te stappen, om als een voorbeeld te dienen voor de rest van de maatschappij. Van ah, kijk wat dat mogelijk is als je controle loslaat. Als je hetgeen dat je kent loslaat. En je het pad van je ziel gaat verlopen. Want nog veel mensen zijn er bang voor. Omdat dat totaal iets is waar er eigenlijk nog niemand mee het pad gelopen heeft. En net daarom zijn tweelingvlammen er onder andere hier. Omdat zij het al gedaan hebben in vorige levens, in andere dimensies, andere samenlevingen. Los van de aarde. En die dus dat hier eigenlijk opnieuw komen gaan doen. Omdat ze het in zich dragen. Ze hebben die codes in zich. En op die manier helpen ze mee
de mensen weg te stappen van de systemen dat ze kennen. Oké, nu genoeg gestuurd. Dan gaan we met Quantum Tarot nog extra boodschappen leggen. Oeps. Oké. Die ligt omgekeerd. Oh, de Lovers Card. Voor iedereen die dat techniek kent, dus de Love Card ligt goed. Dus niet omgekeerd. De King of Pentacles wel. En de Zeven van Pentacles niet. En hier hebben we de Queen. Dus de counterpart. En verbonden door liefde. In de tweede laag hebben we de Nine of Beakers. Omgekeerd de doodkaart. Omgekeerd. De 1 van Pentacles. Nee, oké, zo. Gewoon. En wat hebben we nog? Daar gaan ze. Nog één kaart, alsjeblieft. Ja, dank u. Ik dacht het wel dat deze was. Die was er net ook naar boven gekomen, omdat er heel veel uitgevallen was. Was ik niet zeker, dus. Maar dus is echt wel deze. En wat zien we hier? Vier of Pentacles omgekeerd. En de Five of Cups ook omgekeerd. En dus wat je hier ziet, deze kaart, is dezelfde kaart als hier. En dus eigenlijk is het bevestiging van hetgeen wat je hier ziet. Het gevoel van nog te treuren, veel te veel treuren over de dingen die voorbij zijn. In plaats van op te focussen op die twee bekers, ah, kijk, want er zat eigenlijk nog een kaart tussen en ik toon het zo op die manier. Want kijk hier ook, welke je wilt er tonen? De Strength Card. En dus, dat is hetgeen waar je moet op focussen. Ook al ben je in afscheiding en ben je niet samen met je tweelingvlam. En is er totaal geen communicatie of heeft hij of zij jou geblokkeerd of afstand genomen of is hij eigenlijk echt volledig weggelopen, letterlijk. Hou focus op hoe en welke zielsconnectie dat je wil aantrekken. En laat het stukje van wie dat dan precies is, laat dat voor nu even los. Want net dat gaat ervoor zorgen dat je ruimte geeft aan jouw wederhelft om ook in die eigen groei te gaan stappen. Om ook weg te stappen van al de energie waar ze nu door afgeleid worden. En dan, dat gaat ervoor zorgen dat ze niet meer het gevoel hebben dat ze vastzitten. En dan kom je automatisch hier in dit verhaal terecht. Waarbij dat we eigenlijk de Seven of Pentacles hebben. Hier is deze kaart. De Queen of Pentacles omgekeerd. De Lovers kaart en de Queen. Dus de koning en de koningin. De Liefdes kaart ertussen. En de Seven of Pentacles. Seven of Pentacles bij mij. En ik geloof ook dat het in daar ook zo uitgelegd wordt. Is eigenlijk de kaart van oogsten. Van te focussen op je zegeningen. Te focussen op wat dat er wel al is. En dus het feit dat jij weet dat je een tweelingvlam bent of een tweelingziel bent. En dat er eigenlijk die ene persoon dat je daar een diepe en een speciale connectie mee deelt, focus daarop. Hè. Ook hetzelfde. Hou focus op. Wat is hier ook alweer? Hier, focus op de twee-eenheid die gaat komen. Dat is wanneer je jou. Ik ga proberen zo te leggen. Voilà. En eventjes mijn gsm op stil zetten, omdat ik dat blijkbaar vergeten. Voilà. Dus door meer te focussen op die union die je voor ogen houdt, die eenheid die je wil gaan ervaren in een diepe zielsconnectie, dat gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk die ruimte geeft aan de mannelijke energie om in die geheelde versie te gaan stappen. En daarom ligt deze hier omgekeerd. En via de liefde die je voelt, via de diepe connectie die je voelt, om eigenlijk in je eigen queen-energie te gaan stappen, als vrouwelijke energie dan. Om echt in die geheelde vrouwelijke energie te gaan stappen en om vanuit die vrouwelijke energie je leven eigenlijk gaan vorm te geven. En dan, waarom ligt die Nine of Cups omgekeerd? Want als hij zo zou liggen, dan zou je eigenlijk het gevoel hebben dat er genoeg is. Dat er materieel overvloed is, dat je vervulling hebt in alles wat je doet, dat er geluk is. En dat is waarom ligt die omgekeerd? Omdat je eigenlijk door het feit dat dit er nog niet is, dus die andere er nog niet is, en je bent hier nog aan treuren over de dingen die er niet zijn,
is er natuurlijk ook nog niet die diepe vervulling op elk vlak. En dat is hetgeen wat hier gevraagd wordt. Het is eerst aan jou om de nodige stappen te zetten. En om de dingen los te laten die eigenlijk niet meer bedoeld zijn om in je leven te blijven. Daarom komt die doodskaart er. Dus het is belangrijk om ideeën over hoe je denkt dat dingen zo moeten gaan. Over zelfs het feit dat die wederhelft van jou, jouw partner, dat hij of zij het wel zal zijn als jouw tweelingvlam. En hoe meer je het loslaat, hoe meer dat universum jouw signalen gaat tonen wie dat echt degene is waar je die diepe zielsconnectie en die onvoorwaardelijke liefde gaat mee delen. En dat, hoe meer je dat gaat gaan doen, dat gaat jou eindelijk dat nieuwe begin brengen. Nieuw begin in het fysieke. In eerste instantie bij jezelf en dan naarmate van verloop van tijd bij je tweelingvlam. En dat gaat ervoor zorgen dat eigenlijk heel jouw wereld, zoals je het gekend hebt, je copingmechanismen, je patronen, wie dat je dacht hij was, hoe dat je dacht hij reageerde, dat gaat iedere keer voor keer weer gespiegeld worden. Want het is de bedoeling dat je uiteindelijk tot die eenheid komt in jezelf en uiteindelijk met een wederhelft. Hè. Zoals je hier de king, de koning en de koningin van munten hebt, is dat met tweelingplanet hetzelfde. Eventjes zien welke kaarten dan we als aanvulling gaan gebruiken. Ik vind deze wel leuk, deze kaarten van Colette Baron Reed. Ik weet niet hoe dat ze heet. Ik moet eens kijken aan mijn doos, hoe staat mijn doos? Oracle en nog iets. Ah ja, Oracle of the Seven Energies, denk ik. Ik dacht dat dat was. Ja, maakt niet uit. Maar dus deze kaarten zijn ook verbonden met de universele vlam, voor diegenen die dan nieuwsgierig zijn. Voornamelijk met zeven hoofdvlammen. Oep, voilà, daar gaan ze. Dan kunnen we nog extra toevoegen aan deze reading voor tweelingvlammen die niet samen zijn, dus een separatie zijn en geen communicatie hebben. Dank u, dank u, dank u. Oké. Dan gaan we zien wat dat is. Birds of a feather en tender embrace. Het eerste wat ze mijn aandacht op brengen is de 22. Dus 22 staat weer of staat symbool van tweelingvlam. Dus mocht je nog twijfelen omdat jij op het pad van een tweelingvlam of diepe zielsconnectie loopt, dan is dit je bevestiging. En dat is hetgeen waar je naartoe gaat. Die diepe connectie, waarin dat je gewoon opengebroken wordt tot op het ruwste van jouw ziel. En echt het naakste van je ziel tegenover elkaar staat. Want dat is hoe dat ook werkt. En dat vaak mijn tweelingvlam ook zegt. Van, ik ken jou veel beter dan dat jij jezelf kent. En dat klopt ook. En dat heeft te maken, en omgekeerd ook natuurlijk. En dat heeft te maken met het feit dat wij elkaar als blauwdruk zien. Elkaar in de geascendeerde versie van de ziel zien. En dat maakt enerzijds dat natuurlijk die schaduwen getriggerd worden. Maar anderzijds maakt dat ook dat we in staat zijn om voorbij het ego te kijken. Om voorbij die ego-mechanismen, zoals die coping-mechanismen, verdedigingsmechanismen, angsten, wonden, wat dan ook, om daar voorbij te gaan kijken. En dat we eigenlijk altijd vanuit onvoorwaardelijke liefde, zo vaak als mogelijk, en zeker als je volgt en doet wat ik zeg, dan ga je merken dat het altijd maar harmonieuzer wordt en dat je eigenlijk altijd nog meer en meer groeit naar eenheid en een harmonieuze connectie, waarin je niet meer dat afstoten en aantrekken hebt. Want de enige reden waarom dat er afstoten en aantrekken is, is omdat er nog ballast is. Is omdat er nog schaduwen zijn die moeten aangekeken worden. Maar dan Birds of a Feather is echt het belang van je te omringen met mensen die weten waar je doorheen gaat. Zijnde andere tweelingvlammen. Dat je enkel diegene volgt, mensen volgt of advies opvolgt van mensen die weten waarover dat je het hebt. Want iemand die niet in zo'n dergelijke diepe zielsconnectie zit en niet weet wat dat je voelt en ervaart, die kan je ook geen advies geven. Dat stelde, zoals dat je om je auto te laten herstellen naar de dokter of tandarts zou gaan. Ik bedoel, ze gaan misschien wel iets van weten, maar toch niet zoals een gespecialiseerde garagist. Of omgekeerd, dat je naar de garagist zou gaan om je tand te laten trekken. Dat zou misschien wel lukken, maar misschien niet op de meest efficiënte manier. En dat is dus hetgeen met dat Birds of a Feather, de boodschap die daarmee meegegeven wordt nu op dit moment.
Maar je weet, ik gebruik de kaarten voornamelijk als visueel voor jullie. Maar zelf heb ik eigenlijk die kaarten niet nodig, omdat ik eigenlijk de boodschappen hoor. Wat dat mijn team zegt, dat mag verteld worden. Maar het is gewoon fun en leuk om het met kaarten te doen. Mocht je zelf een reading willen die heel specifiek en dus individueel voor jou is, dan kan je dat altijd via de website doen. Ik heb een aantal plaatjes opengezet volgende week, omdat mijn planning veranderd is. Dus ik heb wat extra ruimte in de loop van volgende week. Mocht je dat wensen, dan moet je niet zo lang wachten en dan moet je niet de emergency reading reserveren. Dan aardsengel Zadkiel voor veiligheid en aardsengel Sandalvol voor evolutie. Dus dit zijn de twee energieën waar je deze week of op dit moment nu mee kan samenwerken voor je connectie, voor jezelf, voor je eigen groei. Waarom? Je ziet hier ook de Flower of Life hier in die afbeelding staan. En hier zie je eigenlijk ook de evolutie, hoe dat we eigenlijk groeien, de verschillende chakras, wanneer dat ze uitgeleend staan. En dat is hier waar we naartoe groeien. Nu kan je waarschijnlijk dat elk chakra een andere kleur heeft, maar naarmate dat je in één bent, zijn alle chakras eigenlijk diamant van kleur. Eerst een gouden energie en dan uiteindelijk een diamanten energie. En dat is hetgeen dat hier zit. En aardsengel Sandalphon is eigenlijk de tegenhanger, zo boven zo beneden, van aardsengel Metatron. Hij is veel meer verbonden met de aarde-energie en aardsengel Metatron is veel meer verbonden met de bron-energie. Dus hij is jullie behulpzaam in de evolutie en het natuurlijke verloop van jullie connectie. En aardsengel Zadkiel gaat jullie helpen, kijk, je ziet ook die verbinding hier, om je veilig te gaan voelen in het openstellen, in het neer laten zakken, laten afbrokkelen van die hoge muren dat we rond ons hart gebouwd hebben. En dan gaan we nog een paar extra boodschappen van de mannelijke en vrouwelijke energie omarmen. Luister naar wat je hart je vertelt. En nog één. Dus dat is een boodschap voor de vrouwelijke energie. En een boodschap voor de mannelijke energie, alsjeblieft. Een boodschap voor de mannelijke energie. Dus dat is een deck met evenveel mannelijke als evenveel vrouwelijke kaarten. En dat helpt eigenlijk als tool tijdens jouw bewustwording. Omdat je dan boodschappen, dat zijn alle boodschappen die ik gechat heb. En dat helpt dan eigenlijk doorheen het verder ontwaken en bewust worden. Spreek je waarheid vanuit liefde en respect. Dat is voor de mannelijke energie in deze connectie. We hebben dan nog extra boodschappen. Of ze biedt van de vlammen gaan we dat doen. En dan nog wel eerst van om terug te keren naar liefde en eenheid. Wat zijn de boodschappen daarin van de mensen die naar deze video kijken? Liefde is bedoeld om ervaren te worden met het hart, niet uitgelegd met het logische verstand. Ja. En ik denk zeker in het begin van een connectie is dat een hele lastige om daarin die overgave te gaan. Maar roep Zaard, Aartsengel Zadkiel en deze kleur van via vlam aan. Je kunt ook eventueel kleren daarvoor met deze kleur aandoen of je verbinden met die kleur. Bijvoorbeeld onder de douche gaan staan en visualiseren dat de kleur van je water deze is. Zo wordt wat weer wat soort van appelblauw zeegroenachtig, maar misschien dat jij daar een ander woord voor hebt, dus daarom zeg ik niet altijd de kleur van de vlammen. Oké, ik hoop dat het voldoende is voor deze. Kijk niet naar tijdelijke omstandigheden voor lange termijn keuzes. En wat hebben we nog? Zonder hart voel je als een gewonde. Laat dat je niet misleiden. Je weet wie je bent. En dat geeft ook doel. Dat komt eigenlijk ook terug op hetgeen dat ik net gezegd heb. Als er iets is in jullie connectie dat je pijn doet, weet dan dat het niet de onvoorwaardelijke liefde die tussen jullie stroomt is die jou pijn doet. Of liefde die jou pijn doet. Maar het zijn de wonden die je al had, die getriggerd worden, die getoond worden. En waarom? Omdat ze naar boven mogen komen, aangekeken mogen worden en getransformeerd mogen worden. Dus ze zijn je niet meer van dienst. Dus waarom zou je ze dan nog langer mee blijven sleuren in jouw rugzak? Oké, en dan hebben we nog boodschappen van de universele vlammen. Zuiver de energetische kanalen van het lichaam. Dat kan je gewoon doen door te zeggen ik zuiver en dan het rest. Deze relatie is een zielsconnectie voor degenen die nog twijfelen. En open jezelf om gouden diamanten energie te ontvangen via kroonchakra. Dus kan je visualiseren dat via de bovenkant van je hoofd, gewoon het idee dat ik dat nu al zeg, begint bij mij al te stromen. Maar dus via de bovenkant van je hoofd, daar is je kroonchakra, kan je eigenlijk visualiseren dat de diamanten of gouden diamanten
energie via je hoofd naar in je lichaam komt, helemaal door heel je lichaam, tot in elke cel, elk DNA, elk klein atoompje en zo helemaal in jouw energie uitgebreid wordt. En je kan ze dan ook door in jouw grondingscode sturen, zodanig dat ook die weer geoptimaliseerd worden. Dat is eigenlijk een hele snelle manier om met de vlammen te werken. Als je meer en nog concreter, efficiënter met de vlammen wil gaan werken, dan nodig ik je uit om het traject zelf voor jezelf zien vanuit de hartgedragen bewustzijn te volgen. Zeker voor tweelingvlammen is dat eigenlijk een soort van fast track doorheen je ascensie. Omdat de vlammen zijn, dus ook jullie zijn ook vlammen zelf. En de initiaties die je ontvangt met de vlammen die ik gechanneld heb, helpen jou om eigenlijk opnieuw weer verbinding te maken met je essentie als tweelingvlam. Waardoor je dus heel veel informatie ook weer gewoon gaat gaan herinneren. Niet alleen de connectie met jouw team, met jouw hogere zelf en je ziel zal wel krachtiger worden, maar ook met je tweelingvlam. En van daaruit kun je dan eigenlijk die kracht en die wijsheid weer gaan gebruiken in hetgeen wat je wil neerzetten. Is het een spirituele onderneming, of ergens in het werk dat je nu doet, of ergens anders, of een hobby. Het maakt niet uit. Wat je geeft, zal je ontvangen. Je geeft je leven vorm met je gedachten. Als je daarover meer wil leren, dan kan je de cursus of training manifesteren vanuit manifesteer met elementen gaan volgen. En dan denk niet dat je bent ontwaakt, maar voel het en toon het. En dat is het verschil tussen ware spiritualiteit en van die fluffy puffy spiritualiteit. Omdat wanneer je echt wakker bent, dan ga je er ook niet mee aan stoeven en ga je er ook niet mee te koop lopen. Maar ga je het gewoon tonen en de dingen die je doet en de manier waarop je in het leven staat. En hele mooie en belangrijk om mee te eindigen, overvloed en liefde is er altijd. Oh, zo mooi. Maar dat is ook de waarheid. Zo, dat was het van deze video. Ik hoop dat je er weer wat inzichten hebt mogen uithalen. En dan zie ik jullie in de volgende. Dag!